Lieve mensen, daar is. En jongens, we waren deze week weer aan. Dit weekend. We hebben de vrijdag en de zondagavond hebben we gestreamd. We hebben 37 van de 40 potjes hebben we gewind. Ik zal jullie even laten zien wat de Team of the Week is. Dat doe je niet hier. Waarom ga ik daar dan heen? Haha, Team of the Week. Dus jongens, wat opvalt uiteraard. Dybala, die is 900.000. Broertje Deppa is 150, denk ik. Eriksen, 300. Poggi. Zo, dat is een duur grappie. 900. Die hebben ze 90 voor me trouwens al een keertje gepakt. Of was dat 89? Weet ik niet meer. En Promes, 50. Dus dat zijn een beetje de spelers die we willen pakken. Maar nogmaals, we hebben dit weekend weer gelivestreamd uiteraard. Op de vrijdag en op de zondag. Ging hartstikke goed. Was hartstikke gezellig. Leuke mensen kwamen langs. Veel kijkers. Was ik heel erg blij mee. Ongelooflijk dat we steeds die getallen halen qua kijkers. Super blij mee natuurlijk. En ja, we gaan gewoon lekker claimen. Want we zijn, ik dacht 76ste. Misschien zijn we nog iets gestegen. Nee, 76ste van de wereld zijn we geworden. Waardoor we weer zo'n lekker Ultimate Team van de Week pakketje krijgen. Met twee 100k pakketjes was ik eentje hoger geweest. Had ik er drie gehad. Maar ja, dat is bijzaak. Heerlijk, ook weer die munten erbij. En dat tikt gewoon hartstikke aan. Binnenkort, ik heb ook trouwens, kijk, dat zal ik jullie een klein geheimje vertellen. Is voor in de toekomst, gaan we nu nog doen. We hebben nog twee baby icons, want we gaan binnenkort gaan we of Ronaldo Lima, of Harry, of Maldini. Laat even weten in de comments welke prime we moeten nou precies moeten doen. Denk ook een beetje aan mijn coins. Ik zal jullie zo mijn team laten zien wat ik eventueel kan opgeven voor welke positie. Ik speel namelijk 4-2-3-1. Zal ik zo allemaal verder op terugkomen. We beginnen gewoon met de 200k pakketjes, daar gaan we. En ik hoop gewoon dat er wat lekkers in zit, zodat we kunnen sparen, zodat we uiteindelijk een beter team kunnen krijgen, jongens. En dat is voor mij wel heel erg belangrijk. En de eerste die we krijgen is een Spanjaard, een spits, Aspas. Costa, dat is wel 86 gereden. Komt er niet uit, hij wil geen walkout te lopen te wezen. 86 gereden is wel lekker, is veel waard. Als er nog een paar 83 plus achter zit, is dat ook wel lekker. 3, dat is hartstikke prima. 82 is tegenwoordig ook wat waard. Voor de rest, ja, weet je, kunnen linksom, kunnen rechtsom, heb ik niet zoveel aan. Dan hebben we nog een 100k pakketje en dan gaan we, die gaan we nu openen. Oh, jeetje. Voor de rest, ja. Hopen gewoon op lekkere spelers lopen te wezen. En dan zien we dat we hier, wie? Ja, dat vind ik matig. Dit vind ik matig. Ik hoop dat het compenseert met wat ik uiteindelijk krijg in de Ultimate, want dit is toch, oh man, man, man. Gun me even iets meer alsjeblieft, zeg. My god. Nou jongens, dan gaan we ook leggen, sturen, lopen te wezen, lopen te sturen. En dan gaan we gewoon even kijken wat in dit pakketje zit. Want daar ben ik gewoon heel erg benieuwd naar. Jongens, doe vooral even een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet gedaan hebt. En dan gaan we even kijken of hier wat lekkers in zit. Pogba, Eriksen of Dybala. Het zou zo lekker zijn, Argentijnse vlag, een Deense vlag of een Franse vlag. Daar gaan we jongens, 3, 2, 1. Oké jongens. Geef me uit! Geef me uit! En de vlag is... Nederlands, Promes. Oh my god, we worden weer genaaid zeg. Oh! 86! Ja, dat ben jij inderdaad. Ja, dat ben jij op die kaart. Maar in principe, Promes, ik wilde iemand anders. Je bent 50k waard. Hoeveel was de pie? Misschien zit hij er nog achter? Ah, oké. Okay. Nee, maar dit is wel een van de slechtste packs die ik ooit gehad heb. Met 100. Ja, nou ja, jongens. Het is toch wel weer leuk om te zien dat je heel erg je best kan doen in het weekend. En dat je dan vervolgens op de donderdag volledig genaaid wordt. Ja, dat is toch wel weer even lekker, hè? Ja, dat is prima. Dus Promes, 50k neem ik aan. Niet zoveel meer. Die pack, ik zit bij mij ook niet mee hoor dit jaar. 50. Nou, prutsen we erop. Ik ga alles gewoon lekker naar de club sturen, want dan kan ik altijd nog gebruiken voor SBC's. Jongens, dit is namelijk mijn team. Ik ben aan het sparen zoals jullie zien. Ik heb heel veel high-rated mensen in mijn clubs, want ik heb alle monthly's heb ik nog niet gebruikt. En ik ben al 3 keer Elite 1 gekomen als monthly, dus dat is wel redelijk lekker. Dit is mijn team. We hebben gewoon weer wat coins. Met de coins die we nu erbij hebben zitten we rond de 500.000. Die gaan we denk ik sparen. Natuurlijk die Holst. En voor de rest, ja, gewoon hele goede spelers. 37 winst. We gaan natuurlijk ook voor die maandelijkse top 100, wat natuurlijk super lekker zijn, omdat we een icon erbij krijgen.
Maar dan moeten we allemaal nog even zien hoe we dat precies gaan oplossen. Maar, laat maar even weten jongens, welke prime moet ik gaan halen? Maldini, Ronaldo of toch Henry als vervanger van Hernandez? Want we spelen 4-2-3-1, Gullit op 10, Ronaldo spits, Bill links en anders rechts. De twee CVM's zijn Pogba en Vieira. Dus jongens, laat het even weten in de comments. Een duimpje omhoog zou ik super tof vinden. Abonneer mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. Vrijdag zijn we weer live, zondag zijn we weer live. En ik hoop jullie dan allemaal weer te zien. Fortnite video's komen er ook aan, dus dat is super tof. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal de volgende keer. Ciao!